Yo gasten van YouTube, ik ben Mitchell met vandaag een gloedje nieuwe Roblox obby video. Ik ben vandaag niet alleen. Met wie ben ik? Wow, Hulktuber. Je bent met Hulktuber de vierde. Dat is de aller speciaalste. Zit je ook in die Avengers? Bro, ik denk dat ik heel de Avengers heb opgegeten. Kijk hoe freaking huge ik ben. Zo, confecten dan. Confecten dan? Oh, je kunt maken. Oh, wow. Bro, als je over Mario heen loopt, word je 2 keer zo snel. I see. En als je er nog een keer overheen loopt, word je bro, dan... je kunt hier nu gewoon overheen rennen. Oké, let's try it. Je hoeft geen eens... Oh, laat maar. Wegvallen. Ik niet. Ik ben er. Bro, dit is zo slim. Waar ben jij? Oh, ik ben hier, man. Ik ben bij de tweede. Oh ja, ja, ik sta naar jou. Oh nee, ah, wacht even, man, broer. Ik wil wel de Hulk blijven. Je wil wel de Hulk blijven. Wacht, bro. Jij bent de Hulk, maar ik... Let's Amia Mario. Woehoe! Wauw! Oké. Wie is er sneller? Ah! Ah nee! Ik wou springen. Ik ken een trucje bij die, hè? Gewoon naar de overkant springen. Nee. Zal ik hem je laten zien? Kijk. Show me, bro. Je gaat erop met W, ja? Ja? En dan stop je hier. En dan doe je D. Dat doe je D. En dan doe je hier weer W. Dan hoef je hele muis niet te gebruiken. Maar je kunt. Oh ja, dan hoef je eigenlijk. Ja, je hoeft niet om je heen te kijken. Je kunt gewoon in 1 keer gaan. Oh my god. Oké, Job. Je had net de Hulk, hè? Maar wie uit die Avengers vind je nou echt? Oeh, dat is een goede vraag. Wie heb je ook weer in de Avengers? Je hebt Iron Man, Captain America, je hebt de Hulk, je hebt... Superman? Poederman, Superman geloof ik, Thor. Zit Spider-Man er ook in, ja? Ja, in de nieuwe Infinity War zit hij wel in de Avengers. Tenminste, dan wordt hij een soort van toegelaten bij de Avengers. Oké. Ik vind het lastig. Ik denk even over na. Welke vind jij het vetst? Ik ben vroeger fan geweest van Spider-Man, man. Iedereen, hè? Iedereen? Ik denk dat de meeste mensen inderdaad Spider-Man zouden kiezen als zeg maar de superheld waar ze altijd fan van waren. Bro, ik had posters, alles. Echt. Maar en ik had nog zo'n handschoen. Spider-Man is gewoon de guy, hè? Hij werd gewoon gebeten door een spin en vervolgens heeft hij gewoon gekke krachten. Hoe epic wil je het hebben? Oh my god, ik ga steeds dood door andere mensen trouwens. Oh, je bent daar nog? Sorry. Ja, bro, ik ga steeds dood door andere mensen. Je moet proberen over ze heen te denken. Yo, got this. Je bent Spoederman, zoals je erin gelooft. Je bent. Wow, wat gebeurt er allemaal? Oké, goed zo. Ik wou net zeggen heks. Jongens, jullie moeten Mitchell even motiveren door een reactie achter te laten met erbij jullie favoriete Avenger. Superheld, laten we ja, zeggen. Oh my god. Ja, precies. Oh my god, Job. Ik heb altijd... Ik ben een obby-noob, laat maar. Ik moet iets voor je regelen. Misschien een of ander VIP-ruimteschip wat jou komt ophalen of zo. Is dat een stille hint, Roblox? Ik weet, ja, het is mogelijk voor een hele hoop Roblox. Er staat iemand stil. You got this, bro. I believe in you. Job, jij staat aan de overkant. Hé, Mitchell, kom nou. Ik kan niet zonder je, man. Ik kom eraan. Kan ik niet een brug voor je bouwen of zo? Echt, hè? Pak je ineens deurblokken en zo. Minecraft style. Er staat hier precies een chick in de weg. Oh, wacht. Ik kan op haar hoofd natuurlijk. Oh my god. En dan val ik er af, Job. Zag je dat gebeuren? Ik zag het gebeuren, man. Het is niet al te best. Misschien. Er is ook gewoon 1 hele grote knop in beeld genaamd Become a Winner. Als je daarop drukt, heb je in 1 keer de obby uitgespeeld. Waarom zou je dat willen? Voor wat start je het op? Om geld uit te geven? Of? Ja, nou ja. En om vooral dus niet... Nee! Ik was er bijna. Mitchell, ik ben al bij. Ik kan letterlijk denk ik de hele obby in 1 keer uitspelen, maar ik wacht op je. Ah, want ik ben een broeder from another moeder. Ik doe mijn best, hey, mijn broer. Bro? Hou je het? Ah, finally, you made it. Let's go. Valker, precies naast haar, weet je. Deze kun je letterlijk in 1 keer halen. Als je deze niet in 1 keer haalt, Mitchell, dan weet ik het ook niet meer. Ja, maar ik ben gewoon een... Ik wou zeggen een Fortnite noob. Kijk uit. Yes, nice. Ja, je bent wel een beetje... Maar ja, ik ben een Fortnite noob, dus we hebben iets noobie met elkaar gemeen. Oh my god, door jou viel ik bijna. Jij sprong op mijn hoofd. Hey Mitchell, je bent wel echt heel erg lekker bezig op dit moment, man, broer. Ja, hè? Nu wel. Dat is zeg maar eigenlijk iets wat je wel wilt horen, maar als je dat hoort, word je ook zenuwachtiger, want dan wil je juist niet... Oeh, dit is lastiger. Nee, joh. Oeh, nee, joh! Mitchell, nee, joh! Zie, ik zei toch eens niet lastig. We gaan nu een wedstrijdje van maken. Moet ik door? Bro, ik ben weer bij het begin gekomen. Huh? Ai, heb je de checkpoints niet gepakt? Ja, dat heb ik wel gedaan, maar mijn Roblox is gebeurd ofzo. Ik heb dit steeds vaker. Weet je wat? Ik vind het wel een leuke challenge. Ik ben helemaal bij het begin en we maken er een race van. Doe jij gewoon je best om bij het einde te komen en ik zweer het, ik ga je inhalen. Ik weet wel zeker dat je me gaat inhalen, Job. Want ergens ga ik vasthangen.
Ja, maar goed, als ik één keer nu dood ga, Mitchell, moet ik weer opnieuw beginnen. Huppakee, volgende. Ik mag nergens doodgaan, jongens. Of doodgaan, dat klinkt zo heftig. Ik mag nergens naar beneden van, want dan moet ik weer helemaal opnieuw. En dan Mitchell, moet je weer helemaal opnieuw. Oh my god, dan moet je weer helemaal opnieuw. Dat had ik net ook bij een andere video. Ik denk echt dat dat voor een Roblox-speler het allervervelendste is om heel ver te komen. En dan zonder dat je een checkpoint krijgt, bam, opnieuw te moeten beginnen. Ja, ja, dat denk ik ook. Ik word ook zenuwachtig nu, hè, want ik weet dat als ik val, dat ik het hele reutemeteut gedeelte weer opnieuw moet gaan doen. Reutemeteut, waar heb je dat woord geleerd? Reutemeteut, dat is net als apenlazerus of zo, van die Nederlandse woorden. Die ja, maar dat woord ken ik ook niet, apenlazerus. Ben je serieus? Ik ben serieus. Leg uit, wat is apenlazerus? Ik schrik met apenlazers, ja. Ik kan niet echt uitleggen wat... Je schrik je in een hoedje, zeg maar zoiets. Ja, ja, precies. Maar dan... En wat is reutemeteut? Reutemeteut, een hele bende, denk ik, dat ik moet voorstellen. Denk je? Je zegt iets? Ik heb echt geen idee. Jongens, wat betekent reutemeteut? Laat het in de comments weten. Mitchell, waar ben jij? Ik ben bij de ladder. Oh, ik zie jou, Job. Je ziet mij klimmen, denk ik. Je ziet mij lopen. Kijk eens, rechts van je... Ik zie jou. Mitchell, je gaat me toch niet vertellen dat ik zonder dood te gaan jou in één keer inhaal? Ja, misschien wel. Roblox noobs all the way. Noob. Sorry. Oh, maar oké, even één vraag. Mag je op die gele of oh die gele god. Op? Oh my god. Ja, aan jou de vraag. Ach, nee, niet, Mitchell. Je gaat me toch niet... Oh. Moet ik nou vanaf het begin... Nee, ik hoef niet vanaf het begin, hoor. Dat is toch erg, jongens. Ik word toch gewoon in het ootje genomen. Dat is ook een mooie. Ja, maar die ken ik wel. Die kent bijna iedereen wel, denk ik. Mitchell, luister, als ik je nu inhaal, hè, ga je schamen. Want kijkers zien dit en weten dat ik gewoon dan een koning ben in obbies. Ik kreeg laatst een reactie. Mitchell, je bent echt noob. Sorry, je video's zijn leuk, maar je bent echt noob. Daar ben ik het mee eens. Dat heb ik ook. Dat krijg ik dus altijd bij Fortnite. Sorry, dan bieden ze eerst hun excuses aan. Want ze weten dus al op voorhand. Mitchell, luister, dit meen je niet, toch? Wat ga je me inhalen? Nee, dat denk ik niet. Het zou bijna niet mogen, eigenlijk. Ja, maar ik weet dat je het gaat doen. Oké, luister. Je hebt zojuist iets gehaald wat er... enorm moeilijk uitziet, dus ik het is vervelend. Aan. Nee, het is gewoon vervelend. Het is niet zo moeilijk, het is echt gewoon vervelend, bro. Mitchell, luister, ik word heel erg zenuwachtig, want ik weet dat als ik nu val, dat ik alles weer opnieuw moet gaan doen. Oké, ik ga het risico maar... Nee, ik had het niet moeten doen! Mitchell, ik loop voor, hè. Ik heb eigenlijk nu al gewonnen, al val ik niet. Ik heb je in één keer ingehaald, bro. Ik weet het. Ah, jongens, toch. Weet je hoe ze dit noemen? Job Tactics. Nee, dit noemen ze te veel Roblox spelen en al je geld aan uitgeven. Oh nee. Oh my god. I made it, man. Bro, ik haat jou. Jongens, ik weet ook niet hoe en wat, maar als ik nu dus val, mag ik weer helemaal opnieuw beginnen. En ik val. En je valt. Dat maar niet eens niet door mijn zeggen. Schuld, ik werd gewoon gebukt gewoon. Wat? Jongens, ja, je vloog weg, ik zag het. Maar hoe kan dat? Oh nee, wacht, ik ben er weer. Nee, je bent daar. Eindelijk. Bro, als ik jou nu inhaal, hè, dan kan je nog steeds zeggen dat je een pro bent. Uh-oh. Ah, jij wil ook springen. Jij wil over mij heen springen, hè? Ben jij dat? Ja. Ah, lekker voor je hangt vast. Je hangt vast. Oké, ik ben er bro. Nog. Ik ben er nog. Bro, wow. Ik kan je vertellen dat dit nog best wel lastig is. Oké, hier beneden wordt het easy. Dus gewoon goed uitkijken. Zo'n lastige. Dit is toch niet zo moeilijk. Huppakee. En door. Waar ben jij? Ik ben bij de gele ladder. De gele ladder is meneer V. Nou, meneer V, ik kan jou aankondigen dat ik nu bij stage nummer 25 aan ben gekomen. Ik ben nog steeds bij stage nummer 21. In die ene minuut heb jij 4 stages afgelegd. Nou, weet je, goeie heer, meneer Voeten. Okay, maak er anders maar 5 van. Dus je bent al bij 26. Ik ben al bij 27. Ik ben trots op jou, jongen. Jij. Oh my god. Wat zijn nou eigenlijk de allerbeste Roblox-spelers op de wereld zijn? Dat vraag ik me dan echt niet af. Mitchell Voeten, denk ik. Nou ja, kijk, dat is een onverslaanbaar kampioen gewoon. En daar kunnen we niet te lang over praten. Dat is de beste in slecht zijn. Dat is één ding wat zeker is. Oh, luister, er is er eentje, bro. Die gaat jou heel erg veel trigger. Heel erg veel hoofdpijn geven. Ja. Tenminste, of ik ben nu gewoon onnodig elke keer een bepaald blokje. Nou, maar ik was onnodig aan het vermijden, al wat erg. Ik dacht zeg maar dat je één soort kleurtreden niet mocht aanraken, maar schijnbaar maakte dat dus allemaal niks uit. Waarom moet ik op een boom en kom ik er niet... Oké, ik kom er wel op. Ik ben bij de boompjes.
Mitchell's bij de boompjes. Bij de boompjes. Ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Weet je wat? Ik kom jou gewoon even tegemoet lopen, joh. Gezellig. Ik kom jou gewoon even gezellig tegemoet lopen om je een beetje te steunen. Oh, wat aardig. Ja, kijk, dit noemen ze nou broederliefde. Ik ga je letterlijk gek maken. Ik ga zeg maar niet op je staan of voor je lopen, maar ik ga je gewoon gek maken. Doe je ding. Door je zenuwachtig te maken, want je gaat nu vallen. Weet je wel, je gaat nu vallen. Kijk. Ik ga niet vallen. Weet je wel. Hij gaat vallen. Oh, nee! Dat deed ik. Oh, ik had hem, maar jij moest op mijn hoofd springen. En ik deed het. Woep. En dit noemen ze nou Dutch Chewer Tactics. Wacht eens. Heb ik een glitch? Ah, nee. Ik dacht, misschien kan je op het groene randje lopen. Iemand heeft gewoon level 64 gehaald, hè, bro? Oké. Daar kom ik niet bij in de buurt. Job. Vertel het eens, meneer V. Wat moeten de kikkers doen? De kijkers moeten abonneren op jouw YouTube-kanaal. Een blauw duimpje omhoog achterlaten met erbij hun favoriete superheld hier beneden in de YouTube-reacties. Precies. Doe dat, jongens. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Job, waar ben jij? Ik ga eerst even op zoek naar Job voordat ik hem afsluit. Ik heb stage 31, man. Oh, dan kom ik even teruglopen, jongeman. Hé, hey, Joppie. Ja, Jokie, ouwe. Oh, nee. Ik ben uit de vallen, jongen. Hoe kan dat nou? Oké, wacht. Ik kom wel naar jou toe dan. Oké. Jongens, ik denk dat wij een afstandsvriendschap hebben vanaf vandaag. Nou, ik ga nog één keer proberen, snel voor het einde van de video. Hoppa, hoezo een afstandsvriendschap? Hoppa. Zo, bam. Ja, nee, ja, jij was daar, ik was daar. We waren helemaal niet bij elkaar. Nu zijn we wel bij Job, elkaar. Job, vang me op. Er komt de engel uit de lucht gevallen. Ja, je hebt me. Jongens, thanks voor het kijken. Laat even in de reacties achter wat jouw lievelingssuperheld is. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En je hebt van die belletjes toch tegenwoordig. Van die belletjes waar je op moet drukken, zodat je automatisch weet wanneer je speelt weer een nieuwe video uploaden. Juist, inderdaad. Juist. Klik daarop, jongens. Dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan check ik jullie later. Adios.